gaan het hebben over unit 5 en dan have to, should of can. Wanneer moet je welke gebruiken? We gaan eventjes een voorbeeld pakken. Het eerste voorbeeld wat we pakken is you have to buy a ticket first. Nou, wanneer gebruik je have to? Iets wat moet, dus het is noodzakelijk om het te doen. Er is geen keuze, het moet. Je kunt hem ook in het negatief pakken. You don't have to clean your car now. Je kunt kiezen, maar het is dus niet noodzakelijk om te doen. Dan gaan we naar can. Nou, hier zijn een paar voorbeelden. You can eat this sandwich. En in negatief. You can't take his bike. You can't stay up late. Nou, wanneer gebruik je can? Eigenlijk op het moment dat je toestemming hebt gekregen. Dus je hebt toestemming. You can drive a car when you have a license. Maar dit heeft dus niet te maken met het Nederlandse je kunt iets of niet, maar of dat je iets mag feitelijk. Dus you can eat this sandwich betekent dat ik jou toestemming geef om mijn broodje op te eten. En you can't take this bike, dus het houdt dus in dat je geen toestemming hebt gekregen. Hetzelfde geldt voor you can't stay up late. Dus die vorm heeft te maken met toestemming of niet en niet of dat je iets kunt zoals in het Nederlands. Nou, dan hebben we nog should. En die hebben we ook natuurlijk weer in negatief. You shouldn't. En you should. You should help your father in the kitchen. You should listen to this song. You shouldn't spend all your money. You shouldn't watch TV all the time. Nou, should heeft feitelijk te maken met een advies. Volgens mij is het goed. Het is mijn mening dat je dat zou moeten doen. En mijn advies is dat je dat niet zou moeten doen. Dus you shouldn't spend all your money. Nou, ik adviseer je om niet al je geld uit te geven. You shouldn't watch TV all the time. Nou, mijn advies is dat dat gewoon niet verstandig is om dat steeds te doen. Er is dus wel een keuze, maar het gaat in dit geval om het geven van advies. Dan hebben we er nog eentje. En die komt ook in dit hoofdstuk voor. Die moet je even in de gaten houden. Dit gaat over gewoonten. Misschien ken je die vorm wel. When I was 10, I used to play outside all the time. Het was een gewoonte die ik had om altijd buiten te spelen toen ik 10 was. When my father was a teacher, he used to cycle to school every day. Nou, used to, wederom, is een gewoonte die mijn vader had. Je moet wel eventjes goed opletten dat in het negatief verandert eigenlijk de spelling van used to. Dat heeft te maken met dat eigenlijk de functie van het woord anders wordt. When I was 4, I didn't use to read books. When my friend was 13, he didn't use to like girls. Dus je moet even opletten dat in positief gebruik je used to. En in negatief wordt het used to, maar dan zonder die d. Nou, dat is eigenlijk even de uitleg. Dan gaan we eventjes naar een opdrachtje uit de methode die dus gaat over dat should en dat can. Nou, eerste opdracht. There is no choice in my country. I puntje puntje go into the army for a year. Nou, er is geen keuze mogelijk. Ik moet dat doen, dus dan moet ik kiezen voor I have to. Het is niet een advies, maar het moet. There is no dress code where I work. You, puntje, puntje, whatever you want. Dus je kunt dragen wat je wilt, je moet dragen wat je wilt. Nou, in dit geval gaat het om toestemming. Hè? Eigenlijk heeft iedereen toestemming om te dragen wat hij wil. Dus we gaan kiezen voor can. I think teenagers, puntje, puntje, help with the housework when they are living with their parents. Nou, het gaat duidelijk om een mening, over een opinion. Dus we gaan kiezen voor should. We, puntje, puntje, take a taxi. I've got my car and I will drive you. Nou, duidelijk dat we hoeven geen taxi te nemen. Dus in dit geval, we don't have to take a taxi. En de laatste, you puntje puntje smoke during meals, it's annoying. Nou, dat is duidelijk een advies om iets niet te doen. Dus we moeten kiezen voor should not, oftewel shouldn't. Inleveren
En dat hebben we goed gedaan, volgens mij. Nou, deze opdrachten moet je volgens mij nu kunnen maken. Veel plezier en succes!